Universiteit van Nederland. Hormonen. Ze zijn ontzettend belangrijk in ons lichaam. Van levensbelang zelfs. Want zonder hormonen gaan we dood. Maar nu ik erover nadenk, wat zijn dat nou eigenlijk? Weet jij het? Nee, ik heb echt helemaal geen idee. Je hebt er last van als je wat ouder bent als vrouw in de overgang? Ja, eigenlijk weet ik daar heel weinig van. Ja. Hormonen zijn volgens mij dingen in je lichaam of zo. Hormonen zijn eigenlijk stofjes die in ons lichaam in klieren gemaakt worden. Dus de schildklier of de alvleesklier of de geslachtshormonen. En wat doen die? Die geven signalen door. Zodat je lichaam doet wat het moet doen. Zodat je alert bent, je gelukkig kunt voelen, je eten kan verteren, je kunt voortplanten. Allemaal dankzij hormonen. Daar weet arts Max Nieldorp van de Vrije Universiteit Amsterdam alles van. Met hem zijn we te gast bij Organon, waar al 100 jaar onderzoek wordt gedaan naar hormonen. Want bijvoorbeeld een tekort aan hormonen is een serieus probleem. Langzaamaan word je bijvoorbeeld vermoeider, langzaamaan kom je aan een gewicht, langzaamaan word je meer kouwelijk. Als je niks doet, dan uiteindelijk overlijd je. Want je hebt die hormonen nodig om te kunnen overleven als een soort brandstof in de motor. Serieuze stofjes dus. Ze doen zoveel meer dan alleen zorgen voor vruchtbaarheid of bepalen wanneer je menstruatie komt. Zijn er in totaal nu 20, 25 hormonen die we kennen. Van darmhormonen tot en met bijnierhormonen. En afgeleide daarvan. 5 daarvan zijn het belangrijkst. De geslachtshormonen staan echt bovenaan. Want die zijn zeer bepalend voor je lichaam. En ook voor de functie van je lichaam. En daarna heb je het schildklierhormoon. Wat ook een heel belangrijke functie is vanwege de stofwisseling. Daarna komt de bijnier. En daarna komt bijvoorbeeld het groeihormoon. Wat bij volwassenen eigenlijk niet zo belangrijk meer is, maar als kind heel belangrijk is, want anders groei je niet. En al die hormonen werken samen zodat jouw lijf goed functioneert. Ze worden gemaakt door klieren in je hele lichaam, zoals de alvleesklier, schildklier, geslachtsdelen en de bijnieren. Dat wordt allemaal geregeld en aangestuurd door een piepklein orgaan aan de onderkant van je hersenen. Ongeveer achter je ogen zit een klier, die heet hypofyse. Kubieke centimeter groot en die stuurt alle klieren aan in je lichaam. En zo bestuurt de hypofyse dus ook je hormonen. We beginnen met de bekendste, het geslachtshormoon. Die hormonen die zorgen ervoor dat ons lichaam al in de buik een bepaalde richting opgeduwd wordt. Om bepaalde dingen in je lichaam, maar ook in je brein te boetseren, laat ik het zo maar zeggen. Dus bij mannelijk hormoon is ook bekend dat als je daar wat te veel van hebt, dat mannen dan wat roekelozer worden en wat bijzondere, bijvoorbeeld met gokken, meer risico nemen. Terwijl vrouwelijke hormonen, die niet alleen door je bloed heen gaan, maar ook in je speeksel zitten, bijvoorbeeld een bijzondere aantrekkingskracht kunnen hebben op partners. Bijvoorbeeld, ben jij als vrouw vruchtbaar? Het mannelijk hormoon is testosteron, gemaakt in de tilballen en een beetje in de bijnieren. Vrouwen hebben trouwens ook testosteron, maar dan natuurlijk niet uit de tilballen. Dat hormoon zorgt voor de spieropbouw, de bot aanmaak en natuurlijk de voortplanting. Dat je zaadcelletjes kunt maken en dat je daarmee vruchtbaar bent als man. Maar voor vrouwen is het ook belangrijk, want het zorgt ook voor botkwaliteit. De productie van testosteron begint verrassend vroeg. Kinderen vanaf ongeveer 1,5 jaar maken een piekje in geslachtshormonen. Zowel jongetjes als meisjes. En daarna verdwijnt dat weer tot aan je puberteit. En dan weet je natuurlijk allemaal dat er een soort storm door je lichaam gaat van geslachtshormonen. En vanaf je 40ste, mannen, neemt de productie van testosteron langzaam af. Met gevolg bijvoorbeeld vermindering van spierkracht. Dan nu, het vrouwelijk hormoon, oestradiol. Oestradiol is belangrijk voor de cyclus. Wanneer is je eisprong? Wanneer ben ik vruchtbaar? Wanneer menstrueer ik? Vervelende voor vrouwen is dat als het laatste eitje gesprongen is, dan stopt ook de vrouwelijke hormoonproductie. De welbekende overgang. En dat is een crash voor hormonen. Dan is er in 1 keer geen vrouwelijk hormoon meer. En dat voelen vrouwen enorm. Met flusjes, met verandering in gewicht. Maar ook weer mentaal in dat ze zich anders voelen. Check. Essentieel dus. Als volgende op de ranglijst zijn de schildklierhormonen aan de beurt. De schildklier zit rond je strottenhoofd. En heeft een beetje de vorm van een schild. Vandaar de naam. En de schildklier is met name belangrijk voor het aansturen van de energiehuishouding. Wanneer je energie nodig hebt, produceer je meer schildklierhormonen. Bijvoorbeeld 's ochtends vroeg of bij het sporten. En dan 's avonds, op de bank bijvoorbeeld, weer wat minder. Allemaal te maken met het feit dat schildklierhormoon belangrijk is voor stofwisseling.
En met name voor hoe kun je nou goed je voedsel verbranden. Als je tekort hebt aan schildklierhormoon, dan merk je dat door een energieverlies, want je verbrandt niet zo goed. En je merkt het doordat je spiermassa minder goed wordt en je wat meer vetmassa krijgt. Als je een te snelle schildklier krijgt, dan zie je het omgekeerde. Dan zie je dat mensen gejaagd worden, dat ze heel hoge hartslag hebben. Maar ook dat ze last hebben van meer snel geprikkeldheid. Korte lontjes wordt ook wel eens beschreven. Zoveel functies en dan hebben we het pas over de twee belangrijkste hormoonklieren gehad. Op nummer 3, de hormoonproducerende bijnieren. Sinaasappelpartje groot, bovenop je nier. Dus je hebt er 2. Je bijnieren worden eigenlijk aangestuurd niet zozeer alleen door de hypofyse, dus die klier achter je ogen, maar ook door je hersenen, door je centrale zenuwstelsel. Dus in je bijnieren zitten de hormonen adrenaline en noradrenaline. Als ik jou laat schrikken, dan is het eerste wat er gebeurt, is dat de hersenen zeggen aan de bijnieren adrenaline vrijmaken, want ik moet wegrennen of ik moet nu mezelf verdedigen. Er is ook een wat trager hormoon in de bijnieren, cortisol. Cortisol wat trager is, maar wat ook heel belangrijk is voor herstel. Brandstof eigenlijk om je lichaam te laten herstellen. Dat is de functie. En niet zozeer om je zelf te laten verdedigen als je in een stressvolle situatie zit. Ook dit hormoon kan weer voor flink wat problemen zorgen. Als jij stress hebt, chronische stress, bijvoorbeeld je ouders zijn ziek, of je hebt heel veel stress op je werk, dan zie je dat stresshormoon anders functioneert. Soms ook iets hoger kan zijn. En we kennen ook ziektes waarbij er veel te veel stresshormoon gemaakt wordt. Cortisol. En wat je dan ziet is dat mensen een beetje veel vocht vasthouden. Ook weer mentaal kunnen veranderen. En de suikerhuishouding bijvoorbeeld weer op hol slaat. Precies weer dat hormonen met elkaar praten. En als één uit de pas gaat lopen, dat de ander dan helaas ook moet volgen. Een hormoon waar Max in is gespecialiseerd is insuline. Ja, dat is ook een hormoon. Misschien ken je het wel van de ziekte diabetes. Insuline wordt gemaakt in de alvleesklier. Die zit hier net zo onder je maag. Daar ligt insuline opgeslagen. Wanneer je suikers of vetten eet, dan wordt insuline vrijgegeven aan je lichaam. En wat doet dat insuline dan? Die zegt tegen de spier of tegen de cellen in je lichaam, neem de suiker op die je nu hier in het bloed ziet. Nou, dat gebeurt dan ook en dus heeft het lichaam brandstof en is het goed. Als je geen insuline hebt, dan is dat een heel groot probleem. Dan ga je uiteindelijk dood, want je kunt geen suiker opnemen in je lichaam, want je mist de insuline en mensen sterven eigenlijk door een ketose, dus ze hebben te weinig brandstof. Net als met alle andere hormonen kun je van insuline ook te veel aanmaken. Als je bijvoorbeeld overgewicht hebt, dan denkt je lichaam, god, ik moet al die energie opslaan, want ik voel dat allemaal, ik moet het ergens naartoe. Dus het lichaam gaat dan continu te veel insuline maken. Uiteindelijk moet er een pieken en dalen zijn. Die is er niet, dus continu te veel insuline. Dus het lichaam wordt ongevoelig voor de insuline. Dus je ziet dat de suikerspiegel stijgt, mensen krijgen suikerziekte. En hoe kun je dat nou doorbreken? Nou, door aan de ene kant de functie van insuline te versterken. En aan de andere kant door af te vallen, waardoor het lichaam weer beter die pieken en dalen terug kan vinden. Kortom, hormonen gieren overal door je lijf en sturen van alles aan. Als ze niet in balans zijn, kun je goed ziek worden. Daar hebben ruim 2 miljoen Nederlanders last van. Vaak is het op te lossen met medicijnen. En daar wordt dan ook heel veel onderzoek naar gedaan. Net als naar hormonen zelf. In ons lab wordt heel veel onderzoek gedaan naar nieuwe hormonen. Ja, want die 20 tot 25 hormonen die tot nu toe ontdekt zijn, dat zijn ze lang niet allemaal. Bijvoorbeeld uit de darm komen, hormonenachtige stoffen uit de voeding. Of bijvoorbeeld door de darmbacteriën zelf gemaakt. Maar die kunnen ook uit de omgeving komen. En die kunnen bijvoorbeeld je eigen hormoonproductie verstoren. Denk bijvoorbeeld aan hormonen die in fruit zitten. Die kunnen lijken op de vrouwelijke hormonen die wij zelf maken in ons lichaam. Dus als je daar te veel van inneemt, kan dat toch een hele subtiele verstoring geven. Dus je lichaam zelf, 20 tot 25, maar waarschijnlijk iets meer. En die praten dan ook weer met de omgeving waar dus ook hormoonachtige stoffen in zitten. Dus het is heel bijzonder als een soort spinnenweb hoe dat met elkaar praat. Max wil beter begrijpen hoe hormonen samenwerken. En daarvoor heb je hele speciale apparaten voor nodig die stoffen kunnen ontleden. En ook kunnen zeggen, hoe kunnen we ze nou gebruiken als nieuwe medicijnen bijvoorbeeld voor mensen. Dan kunnen we beter medicijnen gaan maken en beter ook medicijnen op elkaar laten afstemmen als het ware. Om zo een betere behandeling te geven en mensen minder ziek te laten zijn. Want dat is uiteindelijk het hele doel van het onderzoek. Sneller opsporen, dat kan met dit soort machines.
En aan de andere kant beter de medicijnen kunnen geven, zodat mensen zich minder ziek voelen en langer kunnen leven. Max zijn doel is om de medicijnen niet alleen beter te maken, maar vooral om ze meer op maat te maken. Het enige wat we nu als dokters kunnen is een pilletje teruggeven of een injectie. Dat bootst totaal niet naar hoe het lichaam zelf hormonen maakt. Dus als wetenschapper wil ik graag begrijpen, hoe kunnen we dat nou nabootsen? Kunnen we dat bijvoorbeeld met een kastje doen, zoals we dat met een insulinepomp kunnen doen, die zelf kan nadenken hoeveel heeft mijn lichaam nou nodig van dit hormoon en wanneer moet ik stoppen met het geven van het hormoon? Wil ik dat ook heel graag uitzoeken voor andere hormonen, schildklier, bijnier, en hoe zich dat verhoudt tot de darm? Want vroeger was er een dokter die heette Hippocrates, eerste dokter in Griekenland, in het oude Griekenland, die heeft opgeschreven alle ziekten ontstaan in de darm. En ik denk dat grotendeels klopt. En dat het dus ook betekent dat we als we hormoonziekte echt willen begrijpen, dat we de rol van de darm en zijn bewoners, dus de darmflora, mee moeten nemen. En dat is wat ik de andere tijd van mijn werk doe. Dank je, Max, dat je tussen het zien van patiënten en je onderzoek ook nog even tijd voor Universiteit van Nederland kon maken. Tot de volgende!